Welkom in Code Kraak, waarbij jij de kans krijgt om een keer te winnen. Anders dan bij vele andere spelprogramma's krijgt iedereen hier een gelijke start. Onderweg in 8 afleveringen is het de bedoeling dat je een code kraakt van 24 codegetallen. Elke losse aflevering bevat 3 opdrachten waarbij je 1 codegetal oplost door middel van de berekeningen, rekensommen en puzzels goed op te lossen. Als het jou lukt om de code van 24 cijfers te kraken en als eerste door te geven via mijn Instagram @decodekraak, dan win jij Code Kraak 2022. Veel plezier in de halve finale van de Code Kraak. Stel je voor dat je elke dag een uur moet reizen met de trein. Vervolgens nog een half uur met de bus en daarna nog een kwartier moet lopen. Hoe lang ben je dan in totaal onderweg als je dit 30 dagen lang herhaalt? Kies het juiste antwoord uit het codegetalrijtje en dan is dit je eerste codegetal van deze 7e aflevering. Dit is de 7e aflevering van Code Kraak. Tel alle getallen uit de afgelopen afleveringen van de meerkeuzegetallen opties bij elkaar op. Dus alle meerkeuze opties en daarvan het getal. Dus daarvan het codegetal bijpassend bij het antwoord. Dat is heel ingewikkeld. Tel alles gewoon bij elkaar op. Dan kom je uiteindelijk op een getal uit. En deze moet je kiezen uit het onderstaande codegetalrijtje. En dan is dit je tweede codegetal van deze 7e aflevering. Het derde codegetal van deze aflevering is hier ergens op mijn achtergrond te vinden. Het zou heel erg makkelijk zijn om deze te raden. Want ja, waar zie je getallen en waar zie je geen getallen? En dan is dit ook gelijk je derde codegetal van deze 7e aflevering. Als het goed is, heb je weer je 3 codegetallen voor deze aflevering. In de volgende aflevering zullen weer de volgende 3 codegetallen beschikbaar worden. Voor nu bedankt voor het kijken. Volg de Code Kraak op Instagram voor hints naar de 3 codegetallen per aflevering. Abonneer op dit kanaal voor meer van dit soort video's. En dan zie ik je volgende week weer. Laters.